De kiescommissie van de Nationale Jeugdparlementsverkiezingen 2017 kan de uitslag van de verkiezingen niet bindend verklaren, zolang niet alle processen verbaal binnen zijn. Dit zegt Henry Lamsberg, voorzitter van de kiescommissie. Alle stembureaus moeten hun proces verbaal opmaken en aangeven wie de meeste stemmen hebben verkregen. De informatie wordt getransporteerd naar het kiesbureau aan de Fred Derbystraat. Volgens Lambsberg is alleen de kiescommissie belast met de telling van de stemmen. Hij zegt verder dat er op alle stembureaus een toezichthouder aanwezig was die erop toezag dat alles ordelijk verliep. Lambsberg benadrukt dat alleen de kiescommissie de officiële resultaten bekend mag maken. Alle resultaten die nu via social media bekend worden gemaakt, moeten dus niet serieus worden genomen, zegt hij. Het streven is om aanstaande maandag de uitslag van de NJP-verkiezingen bekend te maken. Dit zal gebeuren tijdens een openbare zitting in de Anthony Nesty Sporthal. De kandidaten worden allemaal uitgenodigd om daar aanwezig te zijn. En dan wordt die bekendmaking daar gedaan. Dus als iets ergens verschijnt op social media is het niet afkomstig van de kiescommissie. Aldus Henry Lamsberg, voorzitter van de kiescommissie Nationaal Jeugdparlementsverkiezingen 2017. Onze nieuwsdienst sprak hem vanmorgen over de uitslag van de NJP-verkiezingen, die gisteren voor de vijfde keer gehouden zijn in Suriname.